I believe outcome data are not only important for the patients, but also for the caregivers. If you learn as a doctor, as a nurse, as a therapist, that your patients are really getting better, this is so motivating and we need the motivation today. Zorg voor die gestreste dokter. Zorg dat de verpleegkundige tevreden is, dat de fysiotherapeut trots is dat hij in jouw Santium ziekenhuis werkt. Als we daarmee beginnen, dan kunnen we vervolgens die zorg ook gaan innoveren en daarmee verder komen. Het allerleukste vond ik eigenlijk de sessie met generaal De Rijken, waarin hij zei, break the rules. Dat hebben we heel goed gedaan in de COVID-tijd en ja, dat moeten we eigenlijk meenemen naar onze normale bedrijfsvoering. We hebben heel veel uitdagingen als Santium, zoals alle ziekenhuizen in Nederland, maar wij ook als collectief. Een van de grote uitdagingen die we natuurlijk hebben is het tekort aan personeel. En daar proberen we met elkaar natuurlijk ook oplossingen voor te verzinnen. Maar een andere hele grote uitdaging is het met elkaar blijven leren, het verbeteren, maar ook de toekomst ingaan als gezondheidszorg. En dat betekent dat we echt klaar moeten zijn voor die digitale transformatie. Wat ik geleerd heb is deze transitie is goed. Iedereen bevestigt vandaag dit moeten we gaan doen. En tegelijkertijd zien we een uitdaging als het gaat om hoe laat je je patiënt erop aanhaken. En met name de digitale vaardigheden van patiënten, inclusief de taalvaardigheden, dat is iets waar we nog meer dan nu aandacht voor moeten hebben. En dat heb ik vandaag geleerd. Mooi congres.